Welkom bij Host. Dit is de tekenkaan. Host is een engineeringsbedrijf die zich bezighoudt met biomassa-installaties, vergistingsinstallaties. Wij doen dit met ongeveer 100 medewerkers. Dan wil ik jullie nu de biomassa-centrale van Strijp in Eindhoven laten zien. We hebben ongeveer twee jaar geleden een opdracht gekregen van de gemeente Eindhoven om deze installatie te gaan bouwen. Het is in een soort woonwijk, dus we hebben beperkte ruimte. Het voordeel van SolidWorks is dat we alles kunnen moduleren op kantoor en voordat de bouw eigenlijk begint. Dus dat we al kunnen zien waar we in de problemen komen, waar ruimtegebrek zit en of we overal bij kunnen. Je ziet hier platforms, je ziet hier stoomleidingen, je ziet hier kabelgoten, hydrauliek. Alles komt eigenlijk op dit punt helemaal samen. Het moet allemaal hier tussendoor. Zo'n heel bouwtraject duurt ongeveer, of een engineeringstraject duurt ongeveer een jaar. En op het moment dat wij de order binnenkrijgen, hebben wij de turbine bijvoorbeeld nog niet besteld. En de ketel is nog niet besteld. Dus pas na een maand of 3-4 krijgen we engineeringsdata van deze leveranciers. Dus het duurt gewoon een behoorlijke tijd voordat je alle componenten hebt. En in het begin maken we vaak simpele modellen van verschalingen van vorige projecten, zodat je alvast verder kunt, je een globaal idee hebt waar alles moet komen. En op die manier geeft het ons de mogelijkheid om zelf te zien waar we mee bezig zijn. Maar ook onze collega's, onze procesengineers, onze inkopers, service mensen, eventueel de klant laten zien wat er gaat gebeuren. En iedereen heeft zo een beeld eigenlijk hoe de installatie eruit gaat zien. En dan eigenlijk voordat die gebouwd wordt is het eigenlijk al helemaal duidelijk. Het is eigenlijk een soort foto, dus de mensen die kunnen gewoon zien hoe het gaat worden. Die communicatie maakt het voor ons gewoon heel, heel makkelijk. KTOM heeft veel ervaring. Het verschil met anderen waar we ervaring mee hebben is dat de mensen van KTOM daadwerkelijk gewerkt hebben met SolidWorks. En niet alleen geleerd hebben met SolidWorks te werken. KTOM heeft ons voorzien van de nodige trainingen. En daarnaast gebruiken we de helpdesk voor problemen waar we tegenaan lopen. Met dit soort grote installaties kom je soms in de problemen met de grootte, met het aantal componenten. En zij geven ons advies hoe we beter met de large assembly mode bijvoorbeeld aan de gang kunnen. Daarnaast zijn ze bijvoorbeeld nu bezig om een PDM te implementeren voor ons. Dat biedt ons de toegevoegde waarde die wij zoeken van een partner.